Nou. Ja. Dat is leuk, vind ik. Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij Skyblock Survival. Deze aflevering is direct opgenomen na de vorige aflevering. Dus ja, dan weet je dat ook weer even. Ik dacht, ik zeg het even. Druk op de duimpje omhoog nu alvast en deel de video met je vrienden als jij bij de 150 abonnees een giveaway wil. Ik zeg het nu maar gewoon elke aflevering gewoon aan het begin. Dus ja, misschien is het niet meer nodig trouwens. Ik neem dit dus weer. Ik neem dit eigenlijk nu 2 weken tevoren op zo'n beetje. Bijna. 1 week en 5 dagen. Toch? Ja. Dus misschien heb ik al de 150 abonnees. Zou best kunnen. Ik weet niet eens. Maar ja. Maar doe het in ieder geval even. Dan heb je mij in ieder geval mee. Ook al heb ik nog niet. Ook al heb ik al 150 abonnees. Deel me gewoon en druk op dat duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Ik ben nu even bezig met cobblestone hakken. Want dat is belangrijk. Dan kunnen wij ons eiland weer uitbreiden. En dat is fijn. Want ik wil een grote eiland hebben. Want grotere eilanden zijn cool. En dan kunnen wij ook een monsterspanner maken. En dat wordt op zich wel cool, denk ik. Ook, alleen zit daar echt heel veel cobblestone in. Niet normaal. Moet gewoon eigenlijk een hele kist hebben met helemaal vol met cobblestone. Want ik wil echt een goede monsterspanner dan, hè. Niet zo'n prut ding. Gewoon een platform waar die beesten op spannen. Dat wil ik dan weer niet. En ik wil een goede mob farm. Of tree farm. Dat wil ik dan ook hebben. En ik wil een 3-dubbellaagse eiland hebben. Dus. Hey. Iets met prioriteiten en zo. En dingen die je leuk vindt. Maar goed. Ik heb geen onderwerp om over te praten. En dat vind ik een beetje jammer. Want dat is een beetje. Dat is wel leuk om een onderwerp te hebben om over te praten. Tijdens het hakken van cobblestone in je cobblestone generator. Maar ja, dat gebeurt helaas niet. Dus. Ik ben nog steeds bezig met het eiland uitbreiden. Dat vind ik nog steeds prioriteit nummer 1. En ja. Dus. Even kijken. Hoeveel cobblestone heb ik inmiddels? Ik heb bijna 3 stacks. Dus daar komen we wel een stukje verder mee. Ja. En ik wil eigenlijk mijn huis ook weer iets groter hebben. Want hij lijkt nu zelf best wel groot. Alleen in de diepte is hij wat minder groot. Dus dat kan ook nog beter. Dus dat moet... Ik ga voor de 3 stacks aan cobblestone trouwens. Weet je het even. Dus. Eigenlijk moet ik dit offscreen doen. Maar ja, ik had even niks om... Ik had even geen zin erin. Om dat offscreen te gaan doen. Dus. Is er alweer een boom gegroeid? Nee. Nou, dat valt me echt tegen van die bomen. Maar waren die dingen al lang weer gegroeid? Of in ieder geval één van de twee. Kom op. Kom meer cobblestone. Ik vind het wel leuk hoe dit werkt trouwens. Vind ik wel grappig. Op zich. Dus. Oké. Daar zit niks meer in. Hier ligt er nog wel een. Ligt hier nog wat? Ja, hier ligt er ook een. Oké, we gaan weer verder met uitbreiden. Dus. Hier zou beginnen, denk ik. Ik weet niet waar ik gebleven was. Waar was ik gebleven? Nou, niet hier, zo te zien. Ik weet niet meer waar ik gebleven was, joh. Hihi. Er is een boom. Hi. Ik hak jou zo meteen wel om. Jij bent zo aan de beurt. Je bent eerst volgende op het lijstje. Ja, dat klopt. Ik ga gewoon hier weer beginnen. YOLO! Dat vind ik grappig. Dus. Ja. Lekker uitbreiden. Wat doe jij op je vrije zaterdagmiddag? Ja, ik ben even wat dingen aan het uitbreiden. That's what she said. Oh! Ja, die was zo slecht. Echt niet normaal. Maar Marcel, dat zijn toch al jouw grappen? Ja, dat klopt. Heb je goed gezien, kijker? Heb je helemaal goed door? Dus, ja. Zo, we zijn weer bijna een heel rondje. Het kost gewoon bijna een stack om mijn hele eiland uit te breiden. Dat is gewoon niet normaal meer. Dat is toch niet normaal meer? Jongen. Oh. Ik heb geen cobblestone meer. Hier zo. Cobblestone. Zo. Ik heb ook nog best wel veel dirt over. Dus het komt ook wel goed, denk ik. En nee, ik ga niet Skyblock Survival doen op de DDG server. Want ik weet dat je daar kun je met de...
Met cobblestone kun je veranderen in dirt en zand, volgens mij. Ik weet niet zeker hoe dat zit. Maar je kan dingen veranderen in andere materialen. En dat vind ik eigenlijk een beetje cheaten. En ik vind het dus niet legit. Dus daarom doe ik dat niet. Ik wil het gewoon een beetje legit houden zoals de maker van Skyblock het ooit bedoeld had. Nou ja, en dat dus. En ik doe dus ook niet aan mods om de game te veranderen, de gameplay. De enige mod die ik heb is Optifine. Zodat ik wat beter FPS heb. Want dat is echt af en toe zo laag. Als ik geen Optifine heb, hè. Dat is niet normaal. Dat wil je gewoon niet zien dan ook. Het is gewoon angstaanjagend. Nou, dat ook niet helemaal, maar je snapt het. Je wilt dat echt niet zien. Dus, ik zei doorlopen. Krenk. Hoppa. Nou. Ja. Dat is leuk, vind ik. We krijgen echt een immens groot eiland. Ja. Heel groot. Een heel groot eiland. Ik vind het wel jammer dat je op Skyblock geen diamonds hebt. En diamonds kun je eigenlijk alleen hebben wanneer je een villager hebt. Ja. Dus eigenlijk als je dan een zombie villager hebt. Shit, dat was niet. Oh jawel, dat was wel handig. wanneer je een zombie villager hebt, moet je die omkeren weer naar een gewone villager. En dat moet met een golden apple volgens mij. Volgens mij was het met een golden apple, maar dat weet ik niet zeker. Dus, ja. Daarvoor hebben we ook eerst een appel nodig. En die komt uit de boom. Volgens mij was het met een golden apple. Dat weet ik echt niet zeker. Volgens mij was het met een golden apple. Maar ja, dan moeten we eerst maar zover komen dat wij zo'n zombie villager kunnen tegenkomen. Jeetje man, wat een ruimte hier nu in één keer. Dat is gewoon ziek. Hé, mijn sugarcane is weer gegroeid. En dit gaat ook lekker. Hoppakee. Ik heb nog wat seeds nodig. En die seeds ga ik nu even fixen. Dus ik pak mijn limp. Mijn bone. Daarvan pak ik maak ik de mashed bones. En dan ga ik die hier op dit stukje gras uitgroeien. En dan kan ik seeds verzamelen. Dat is wel handig. Hop. Zo. En dan heb ik ook nog wat bloemetjes ook. Nou, oké. Okay. Ik heb genoeg van die... ik heb genoeg seeds. Hiermee kom ik wel even vooruit. Dat is toch al gebeurd, of niet? Heb ik dat nou verkeerd? Hoppa. En... Bam! Objective completed. 40 stone bricks. Ik weet niet waarom het nou zo moeilijk was, maar het lukt me wel. Hoppa. Zo. Oké, we gaan slapen. Dus. Make at least 20 torches. Nou, dat moet ook lukken, denk ik. En Expanded Island zijn we al bijna mee klaar, vind ik. Hoeveel kool heb ik nog over? Oeh, dat is niet veel. Nou, wat doen we dan? Dan doen we het zo. En, oh ja, dat kan wel zo. Dat is wel leuk. ja, ik ga even wat seeds planten. Dat is ook wel belangrijk. Ik kan dit hele veldje kan ik gewoon vol planten met dingen, hè? Dat is op zich wel leuk. Dus dit worden gewoon allemaal seeds. Zolang ik daar maar iets plaats, dan gaat het goed volgens mij. Denk ik. Ik weet niet zeker. Maar ja. Als ik deze nou eens even laat groeien, denk ik. Zo. Kom op, groei. Oh, dat werkt niet. Dat werkt niet, oké. Op jou wel. Oh, hij is al volgroeid. Oh, dat is het. Oké. Nice. Nog een boom. Yay, nog een boom. Boompjes. Boompjes zijn cool. Dus. We gaan even een boom omhakken. Wat doe jij op je vrije zaterdagmiddag? Ja, ik ga een boom omhakken. Nice. Hoppa. Hout erin gooien. En dan kunnen wij stikstof van maken. Van dit. Kijk, zo, hier moet ik genoeg aan hebben. Hop. En hoeveel heb ik er dan? Heb ik er 24! Make at least 20 torches is gelukt. Completed. Zo. Even mijn lijstje bijwerken hoor. Oké, nou, dat is helemaal goed. Nou ja, ik vind prima.
Nou, die mag wel even doorgaan, ja. Vind ik. Zo. Ik moet jou nog even weer terugplanten. Zo. Kijk eens aan, jongen. Oké. Okay. Ik denk, wat ik ga doen is, ik ga offscreen een heleboel cobblestone hakken. Zodat wij een mob spanner kunnen gaan maken. Het belangrijkste wat je moet hebben is namelijk cobblestone. Een heleboel cobblestone. En dan moet je proberen te zorgen dat je hem 24 blokken van je eiland vandaan hebt. Zodat daar de monsters kunnen spannen. En dan wil ik niet gewoon een platform hebben. Ik wil echt gewoon een volledige mob spanner hebben. Dat is echt cool. Dus die wil ik hebben. En dan kunnen wij daarvan proberen te zorgen dat wij daar een zombie villager in kunnen krijgen. En dan kan ik daarvoor mee proberen te zorgen om een villager te krijgen, waardoor ik kan ruilen met die villager. Hoe cool is dat? En wat ik ook nog moet zorgen is een heleboel andere dingen. Bijvoorbeeld een cactus green dye moet ik hebben. Ik moet mushroom steel hebben. Ik moet jack-o'-lanterns hebben. Ik moet brood hebben, 10. Nou, dat moet ook wel lukken, denk ik. Dus zolang die seeds maar een beetje goed hun werk doen, dan komt het wel goed. Heb ik het idee. 10 enderpearls, 10 fish. En 10 black wool moet ik maken. Dat moet met inktvissen. Dus ik moet een lake hebben van minimaal 3 diep. Volgens mij. En ik moet ook 10 grijze wol hebben. Wol kan je maken van string. Dus als je spinnen hebt, dan is het al goed. Ik weet het even niet hoe je grijze wol maakt. En ook lichtgrijze wol weet ik ook even niet. Lime green wol. Dat is... ja, dat weet ik ook niet. Red wool. Weet ik ook niet. Yellow wool. Dat is, oh ja, red en yellow wool. Dat is met bloemetjes. Is dat? Dus dat komt ook wel goed. Die bloemetjes die heb ik namelijk al. Als ik nou ook eens even... Kijk, rood bloemetje. Hoppa. Zo. En ik hoop ook nog op wat meer seeds. Nee, oké, dan niet. Nee. Nou, dan maar geen seeds. Oké, prima. Even kijken, heb ik nog meer nodig? 10 pink wool. 10 green wool. 10 orange wool. 10 snow golems. Dus ik moet sneeuw hebben. Hoe dan? Ja, die kan dus niet. Want ik heb geen sneeuw. Want dit gebied is veranderd. Ik heb hier nog geen sneeuw gezien. Want dan zou dit al lang bevroren zijn. En dit zou al bevroren zijn. Dus dat wordt hem niet. Ik kan geen sneeuw maken. Dus die gaat sowieso weg. Die kan niet. Zo. Oh ja, en ik heb ook nog 20 paintings nodig. En dat kan ook pas wanneer ik spinnen heb. Dus. Ja, ik moet nu aan eten zien te komen. Kom op jongens. Doe eens groeien. Ik heb eten nodig. Normaal zou ik een... Ik kreeg nog wel eens wat appels. Dat is ook verleden tijd zo te zien. Oké, nou ja. Dan sluit ik de aflevering maar weer af. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik ga offscreen een heleboel cobblestone hakken. Zodat ik jullie blij kan maken met een heleboel cobblestone. Waardoor ik een monster spanner kan maken. Ja. Dus dat gaat hem helemaal worden, denk ik. Ja. Dus bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op dat duimpje omhoog. Dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Skyblock. Tot later.